Jozef Israëls is een bekende schilder. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Haagse school. Al toen hij klein was, kon hij erg goed tekenen. Eigenlijk wilden zijn ouders dat hij rabbijn zou worden. Maar toen hij 8 jaar was, ging hij naar de kunstacademie Minerva in Groningen. Daar kreeg hij tekenlessen en dat bleek erg goed te helpen. Zijn tekenvaardigheden gingen met sprongen vooruit, maar dat werd niet erg gewaardeerd door zijn ouders. Zijn ouders noemden het op zijn Gronings maggelen, wat ongeveer maar wat rommelen, tekenen zonder al te veel flair betekent. Toen Israëls 18 jaar oud werd, verhuisde hij naar Amsterdam. Daar volgde hij een schildersopleiding. En toen verhuisde hij naar Den Haag, waarna hij nog vaak naar zijn geboortestad Groningen op bezoek ging. In 1892 ontmoette hij een journalist tegen wie hij zei dat hij een Drentse Madonna wou schilderen. Dit bleek te kloppen en een jaar later was hij af. Dit is dat schilderij. Dit schilderij lijkt op een Madonna met het kindeke Jezus. Hier wordt een moeder met baby afgebeeld. Israëls zei dat hij nooit per se een Maria en Jezus wou schilderen. Hij wou het symbool van moederliefde verbeelden. In 1910 worden er veel schilderijen van Haagse school verkocht aan Amerika. Later ging de conservator van het Drents Museum zoeken naar dit schilderij, waar hij werd gevonden in een privécollectie in Praag. Het Drents Museum kocht dit werk aan en bracht het thuis. Zelf ben ik niet gelovig, maar ik vind het toch wel mooi dat Drenthe wordt afgebeeld. Normaal wordt een Madonna erg zweverig afgeschilderd met een halo en engeltjes. Deze versie is juist erg bescheiden. Dat past ook bij Drenthe. Dat vind ik een mooie combinatie.